Ik weet niet hoe dit kan. Ik heb zo van mijn hoofd. Mijn hoofd, het staat op ontploffen gewoon. Ik heb echt een gevoel alsof ik elk moment kan flauwvallen. Gaan we 24 uur lang niet eten. Als allereerste vond ik het noodzakelijk om uit te zoeken wat er zou gebeuren als ik niet eet. Maar ik bleef met de gedachte van ondanks wat er zou kunnen gebeuren, zou ik het toch uitproberen. Je stemming wordt bij te weinig eten ook niet beter. Vaak word je chagrijnig en futloos. Oké, deze is interessant. En het is vooral interessant omdat ik al 24/7 chagrijnig ben. Dus of er een verschil gaat komen, I don't know. Nou, ik heb zo meteen een call en dat betekent dus dat ik eigenlijk geen tijd meer heb om te eten. De challenge gaat beginnen vanaf 12 uur en ik heb een call tot 12 uur. Dus dat betekent dat ik nu in 20 minuten eten moet gaan maken, plus ik moet het ook nog eens gaan opeten. Of ik het ga redden, denk het niet, maar dan kunnen we maar op één manier achterkomen. Nee. Dus hij heeft me van 10:30 tot 12:00 heb ik die call. En dan van 12:00 tot 3:00 heb ik nog een call. 12:00 tot 3:00? Ja. 12:00 tot 3:00? Ja. Ja. Met hem? Of met hem? Ja, met hem. Mm-hmm. I don't know what to do right now. I don't know what to do. Waarschijnlijk als jij in je kou bent, ben jij wel eens tevreden of zo. Ja. Net als ze allemaal of zo. Ik weet niet. Dus jij mag wel leuke dingen doen en ik niet? Hou op hoor. Mhm. Waaah! Als je zag wat er net gebeurde, hè? Wat gebeurde? Er kwam helemaal vuur. Ik durf gewoon niet meer te roeren. Oké. She is calm. Ik ben eerder klaar dan verwacht en ik ga mini-pizza's maken. Dit is eigenlijk het laatste waarschijnlijk wat ik ga eten. En ik moet straks ook eventjes wat drinken, want ik mag dus ook niet drinken. Nu heb ik nog energie, maar zodra ik niet meer mag eten, dan is het gewoon klaar. Het is 11:50, dat betekent dat ik nu eigenlijk 7 minuten precies bezig ben met de challenge. En oh my god, ik moet gewoon tot morgenmiddag 12:00 deze challenge volhouden. Of ik dit ga doen, I don't know. We zullen het zien. Oké, het is nu ongeveer 30 minuten later. Ik ben nu ongeveer 30 minuten bezig met de challenge. En ik weet niet of je dit ziet aan mijn ogen, maar ik voel me zo kut. Ik heb gewoon even net een uitbarsting gehad. Ik weet niet of je het kan zien. Maar het voelt gewoon alsof het gewoon heel veel dingen achter elkaar komen. En jullie hoeven je geen zorgen te maken. No worries. I don't know. Ik voel me gewoon kut of zo. Dus maar ja. Ik ga nu in ieder geval hier een beetje opruimen. Want ik heb echt weer een bende hiervan gemaakt. Dus ja. Man, I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and mama used to ride the cab. Pull up by the light, no more lease, we pay cash. Show up to a crib. Ik weet niet hoe dat kan, ik heb zo van mijn hoofd en het voelt gewoon alsof ik nooit rust heb. En het doet ook weer een beetje zelf, daar niet van, maar het is gewoon, ik heb zoveel shit aan mijn hoofd.
qua rekeningen en wat ik wil bereiken, maar het kan gewoon niet. Ik wil niet alleen het leuke gedeelte van mijn leven laten zien van, oh kijk wat ik heb gehaald of kijk dit. En dat is gewoon niet altijd mijn leven. En dat zal het ook gewoon nooit zo zijn. Ik heb gewoon ook mijn dieptepunten, net als iedereen. En ik wil gewoon aan iedereen laten weten dat je hoeft je geen zorgen bij te maken. Het komt allemaal goed. Ik ga gewoon proberen alles even goed op een rijtje te zetten. Ik heb gewoon zoveel aan mijn hoofd. Dat is gewoon even een breekpunt. Het heeft mijn breekpunt gewoon bereikt. En dat heb ik gewoon eens in de zoveel tijd. Ik heb mijn brace eruit gehaald. We zijn nu heel veel uren verder en ik ga nu eventjes naar de winkel, of tenminste een winkel. Ik ga nu eventjes pakketjes wegbrengen. Ik heb namelijk een Instagram account waarbij ik mijn oude kleding weg doe, wegverkoop. I don't know hoe je het wil noemen. Maar ik ga dus nu eventjes daar naartoe, want ik ben klaar met werken. En ik merk wel al dat ik al een beetje hoofdpijn begin te krijgen en een beetje futloos. Ik heb ook een beetje hier last, I don't know how. Maar ik begin het nu wel een beetje te voelen. Ik ben nu die hond aan het uitlaten. En die hond, ik weet niet wat er met haar is, maar ze trekt de hele tijd, hè. En dat is ook energieverspilling. Toch, Juna? Juna? Oké, het is nu op dit moment bijna, het is 7:50. En ik ben nu bezig met het editen van de weekvlog. Als ik jullie zeg, mijn hoofd, het staat op ploffen gewoon. Dit is echt niet normaal, jongens. Mijn hoofd is sowieso al best wel gevoelig. Ik heb namelijk een chronische voorhoofdholteontsteking. Maar dit verklaart een heleboel. Happy birthday to you. Weet je zeker dat het een voorhoofdholteontsteking is? Ja? Weet je zeker dat het een voorhoofdholteontsteking is? Nee, het kan ook aan jou liggen. Nou, mijn weekvlog zit eindelijk in de render. Het is gewoon al donker. Of tenminste donker. Het is best wel donker op dit moment. Ik ga nu eventjes douchen, want ik merk gewoon dat ik gewoon, mijn hoofdpijn is gewoon niet normaal erg. Ik voel het gewoon echt bonken. Ik ga gewoon nu even douchen en hopelijk gaat dat alles verminderen. En ik zit nu gewoon al 10 uur zonder eten en drinken, jongens. Ja, dat doe ik gewoon even. Het was de volgende ochtend en ik weet nog dat ik de hele nacht heb liggen draaien en wakker worden door mijn hoofdpijn. Het was een lange nacht en ik was echt kapot. Ik heb geslapen met hoofdpijn. Ik ben wakker geworden met hoofdpijn. Als ik jullie zeg, ik ben echt kapot. Ik ben zo moe. Dit hier kan elk moment eruit spatten, uit je scant. Ik heb echt een gevoel alsof ik elk moment kan flauwvallen. Echt, ik stond daar in de douche en ik dacht echt bij mezelf van, waar ben ik mee bezig? Over precies 9 minuten mag ik gaan eten en er zijn er 24 uur is dan gewoon voorbij, jongens. Ik heb echt hoofdpijn. Het is gewoon van, het was op zich niet heel moeilijk om te eten, maar het was gewoon storend omdat ik gewoon super veel hoofdpijn kreeg. En sowieso, mijn hoofd is best wel gevoelig qua hoofdpijn, want ik heb een chronische voorhoofdholteontsteking en daarom is het gewoon best wel zwaar. Toen was het tijd en mocht ik eindelijk eten. Dus ik ging naar beneden, maakte een tosti en ik genoot er echt van. Het is 12 uur en dat betekent dat ik vanaf nu weer mag gaan eten en drinken alsof er niks aan de hand is. Man, I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and mama used to ride the cab. Pull up out the lot, no more lease, we pay cash. Show up to a crib, had the keys to a jack. That's that light work, flexing so much it hurt. Used to rock hand me dimes, now Versace down my shirt. Het was wel zo dat ik na 2 sneetjes al bomvol zat. En dit is een beetje eigenlijk hoe mijn challenge is gegaan. Het was op zich niet zo heel moeilijk om niet te gaan eten, maar het was wel moeilijk om, zeg maar, de hoofdpijn te verdragen. Vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet natuurlijk niet te liken en dan zie ik jullie hopelijk aankomende dinsdag weer met een gloednieuwe video. Doei!